Dit had ik niet verwacht. Dit is een ghost tower. Hier spannen allemaal ghost Pokémons. Hallo kijkers van Gods Games. Hier ben ik weer met een nieuwe aflevering van Pixelmon. En zoals jullie zien zijn we in de server. Ik ben hier samen met de nieuwe invite Sammy. Die heeft op de vorige video gewonnen. En ja, jullie hebben echt massaal allemaal geliked. Ik dacht dat ik 200 zou halen. Dat hebben we net niet gehaald omdat ik niet langer kon wachten. Maar anders had het sowieso wel bereikt. Had het sowieso wel 200 likes geworden. Maar ik ben hier dus op de server met een reden. Ik ben hier met Sander. En Kevin is er helaas niet. Maar die hebben de Twitter invites gewonnen toen ik de server net geopend had. En het leek me leuk om eventjes een battletje met Sander te doen. En daarna ga ik terug naar de solo Pixelmon. Dus Sander, ja, gooi je Pokémon maar neer. Ja. Ik ben benieuwd, een Charizard. Daar ga ik mijn Gengar tegen zetten. En dan gaan we even kijken of die een beetje schade doet. Oeh, dat was één klap. En daar ging je Charizard al. Oh, hij heeft een Rapidash als tweede. Hij is een beetje van de vuur-Pokémon. Je bent dus de zevende gym in de eerste generatie. En ja, die is ook dood. Oh. Nou ja, zoals je ziet, we hebben hier al best wel wat gedaan. We hebben hier een heel Pokécenter omgetoverd naar onze eigen inrichting. We hebben hier een money farm. We hebben hier een winkeltje ook gelijk zitten. Een netherportal. We hebben hier echt al van alles en we zijn hier al best druk bezig geweest. Zoals je ook kunt zien in mijn box. Ik heb hier al best wel wat Pokémons en ja, het is gewoon gezellig. We kunnen hier met z'n allen spelen en ja, elke keer om de zoveel afleveringen doe ik er een invite uit. Dus ja, zorg dat je elke Pixelmon aflevering sowieso kijkt. En vind je het nu al leuk, doe dan alvast een blauw duimpje omhoog. Ik switch weer over naar de solo. Op mensen weer aangekomen op de solo wereld. En hier heb ik natuurlijk ook gewoon verder gewerkt. Want zoals je hier kunt zien heb ik een hele grote Apricorn farm gemaakt. En ja, dat heb ik hier zo gewoon lekker aan het huis vastgemaakt. Zodat je hier gewoon door kan lopen en zo. En we hebben natuurlijk de vorige aflevering Umbreon laten evolueren. Of Eevee, oftewel Ilse. En ja, die is ook wel vet. Nou ja, zoals jullie net konden horen heeft Sammy de invite gewonnen. En ja, ze zijn nu met z'n drieën op de server. Want ik had al gezegd dat ik twee mensen op Twitter had geïnvite. Dat zijn Sander en Kevin. Dat zoals ik net al zei. En ja, op de solo ben ik ook ergens achtergekomen. Daar zo, bij die P, zit een Pokémarkt. Ik heb gisteren gezocht naar een Pokémarkt. Want ik op de multiplayer server kwam ik ergens achter. Als jij een leash hebt, dus zo'n ding waar je dieren aan vast kunt maken, dan kun jij Pokémarkt-medewerkers meeslepen aan die leash. Nou heb ik het nog niet zo ver getest dat ik ze helemaal heb meegenomen, maar dat wou ik eigenlijk wel gaan doen. Maar er zit één klein probleempje aan. Hoe kom ik aan een leash? Want ik moet slijmballs hebben, dat weet ik, en ik moet strings hebben. Nou is strings niet zo'n heel groot probleem, want die krijg je ook van Caterpies en Weedles en Kakuna en al dat soort Pokémon. Maar slijmballs moet je toch echt halen in de moerasbiome van een Muk en dat soort dingen. Dus ja, we zullen moeten gaan vliegen en moeten gaan zoeken. Hey, trouwens, ik zie hier een Butterfree. Misschien krijg ik van die Butterfree wel strings. Dat gaan we even testen. Nee, ik kreeg helaas geen strings. Dat is dan weer jammer. Maar dat betekent wel dat hier dit soort Pokémons ook spawnen. Dus ik pak Dionne er even bij. En ik ga eventjes vliegen. En dan kijken we of we ondertussen wat tegenkomen. Hier zie ik een Oddish. Nee, een Pidgeotto. Een Psyduck. Ja, dit is natuurlijk geen moeras. Dit is Flower Forest. Maar het zou kunnen zijn dat hier ook gewoon Caterpies en zo spawnen. Ja, kijk, hier zo. Hoppakee. Nou gaan we die Caterpies eventjes slopen voor de strings. Als ik ze krijg. Ah, hier krijg ik ze niet van. Ik heb gelezen dat je ze hiervan kan krijgen. Waar is die andere Caterpie? Die gaat er vandoor. Dacht het niet, hè? Vechten, kom. Ja, twee strings. Oké, ik heb er 5 nodig. En ik heb er nu 2. Hier is nog een Oddish. Geeft Oddish ook strings? Ik heb geen flauw idee. Ik ga het gewoon proberen. Nee, die geeft seeds. Oké, dat was te verwachten. Maar waar is die laatste Caterpie nou? Die ben ik kwijt. Die hierboven? Ja, hier. Oké, Caterpie. Hup. Nou, gooi eens raak. Ik gooi alleen maar mis. Ah, hè. Oké, hier krijg ik ook weer een string van. Misschien hier nog één Caterpie of zo. Een Oddish? Nee.
hier bij die boom dan? Nou, oké, okay, die vliegt. Nee, dat is er ook geen één. We moeten dus echt verder gaan zoeken. En ja, het liefste moet ik nu een moerasbiome vinden. Een Seawaddle. Geeft die misschien strings? Ja, die geeft ook strings. Oké, okay. Seawaddle doet dat dus ook. Dat betekent dat er al een x-aantal Pokémon zijn die strings geven. Metapod, die zou dat volgens mij ook doen. Ja, ook weer een string. Ik heb er nu 5. Oké, okay, dat is genoeg. Dan moet ik dus nu nog een slimebal vinden. En volgens mij heb ik dan alles voor een string. Ik zal zo even voor de zekerheid de recipe hier weer even opzoeken. String Pixelmon. Even kijken. En dan kan ik met strings... Nee, ik moet leash zoeken. Leash. Even zien. Ja, dat is deze. Ja, ik heb 1 slijmbal en 4 strings nodig. Dat is dus wat ik nodig heb. Ja, ik ga even vliegen met de Charizard en dan komt dat vast wel goed. We gaan een moeras zoeken. Ja, dat is alleen wel lastig, want het zit hier helemaal vol met plains en met desert. Dus ja, een moeras zoeken is natuurlijk lastig, maar we kunnen ondertussen wel trainers gaan verslaan als we die tegenkomen. En dan desnoods gaan we de volgende aflevering gewoon verder met het zoeken naar een moeras. Want ik wil wel graag die Pokémedewerkers, wil ik gewoon in mijn dorpje hebben staan. Want dan hoef ik niet elke keer ver weg te lopen voor als ik Pokéballs wil kopen. Want uiteindelijk gaan we natuurlijk meer trainers verslaan en worden onze Pokémons hoger en dan... Ja. Maar goed, eerst een moeras. Ik ben hier nu aan het rondvliegen, maar ja, een slijmbal. 1 slijmbal hebben we nodig. En dan moeten we helemaal voor rondvliegen. Het is best vervelend, maar goed. Ik zie nog geen moeras. Ja, het is natuurlijk lastig om te vinden zo. Het is 1 biome uit of... 10 biomes die er zijn of zo, 15. Maar we vliegen rustig door. Eindelijk! Na even kijken hoe ver 2000 blokjes vliegen mensen, heb ik een moeras gevonden. Nu moeten we nog de Pokémon vinden die eventueel een slijmbal dropt. Oh shit! Oh! Dit had ik niet verwacht. Dit is een Ghost Tower. Hier spannen allemaal ghost Pokémons. En... Oh shit. Kijk, een hunter. Deze zit hier ook gewoon. Dat wist ik helemaal niet. Deze heb ik alleen wel in de multiplayer gevonden. Maar hier nog niet. En... Oh shit. Ik heb een hunter gekillt. Omdat ik al een Ghastly heb natuurlijk. Maar... Ik heb Pokéloot daar bovenop. Er zit hier bovenop. Dus we moeten even terug naar boven. Of heb ik die nou al gepakt? Nee, ik heb die nog niet gepakt. Oh jawel, ik kreeg een Babiri Berry. Dat was waar. Oké, ja, en die kun je maar 1 keer looten. Dus ja, dat is jammer. We hebben hier wel echt superveel ghost Pokémons. En deze tower, die kom je maar heel af en toe tegen. Die zit ook alleen maar in moeras. Alleen, ja, waar we hier oorspronkelijk voor zijn gekomen natuurlijk. Oh, er zit ook een bos in. Oké, die gaan we even proberen te verslaan. Hopelijk maakt dat niet al onze Pokémon's dood. Please niet. Want dat zou heel erg vervelend zijn. Gezien ik nu natuurlijk in de middle of nowhere zit zonder Pokécenter. En ik moet een slijmbal hebben. Dus ja, dat zou heel erg vervelend zijn. De Fire Punch. Nee, dat heeft natuurlijk totaal geen zin. Match Punch heeft ook geen zin. Bullet Punch wasn't very effective. Oké, shit. Destiny. Jij met Water Pulse moet werken. Ah, nee, hij gaat al onze Pokémon's dadelijk slopen. Hier heb ik echt geen zin in. Please, niet doen. Ik moet zo... Ja, oké. Oké, hij is dood. We krijgen niet hele goede loot ervan, maar het blijft een boss. Nou gaan we in het moeras verder zoeken. Want we hebben natuurlijk nog steeds de slijmbal nodig. Ik zie daar een Grimer. Oké, snel daarheen gaan. Ik moet echt Dabstrider boots gaan halen, want... Dabstrider, of zeg maar op mijn old running boots, enchanten en dan Dabstrider. Dan ga je ook nog eens snel door het water heen en ren je ook nog eens snel. Oké, we gaan even snel. Is dit een Mug of een Grimer? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik hoop wel dat die blijft staan. Zodat ik hem even af kan maken en hopelijk een slijmbal kan krijgen. Oké, het is een Mug. Shit. Die is nog hoog ook. En ik heb al een paar Pokémon's voor mij echt naar de shit geholpen. Ja, nou ja, hopen dat we hem kunnen killen. Sandstorm voor de extra damage.
Een rock slide maar doen, denk ik. Hup. Ja, dat doet niet veel damage. Ah. Oké. Bite misschien. Nee, die doet niet, echt ook niet veel damage. Dan is het beste toch om rock slide te blijven doen. Oh, heeft hij al gesloopt. Oké, please, doe jij eerst Thunderbolt. Ja, oké. Oh, hij kan het nog een keer doen. Ja, 2 slijmbals. Yes. Oké, mensen. Ik ben bij jullie terug als ik bij mijn huis ben. Ik dacht, weet je wat, we gaan wel gelijk naar het Pokécenter toe. Want we kunnen hier gewoon even snel een stukje kapot hakken en dan een crafting table maken. Dan hoeven we niet helemaal naar ons huis. En we hebben onze Pokémon momenteel toch niet nodig. Een crafting table. Dan zetten we die neer. Dan is het als goed is die. Met die. En die. Ja, kijk, 2 leashes. Oké, dit is wat ik bedoelde. Dan ga ik dus die en die. Oké, kan ik die? Ja, die sleep ik nu mee. Kan ik dan... Oh shit, ik moet ze meenemen naar het Pokécenter eerst. Oké. Ze volgen mij gewoon. Kijk, dit bedoel ik. Even healen. Hopelijk blijven ze dan bij me staan met de leash aan ze vast. Even zien. Zitten ze allebei nog vast? Ja. Kan ik dan nu mijn Charizard neergooien? En erop gaan zitten? Gaan ze dan mee? Ja, ze gaan mee. Oké. Nu moet ik ze dus heel rustig naar mijn... Pokécenter zien te vliegen. Dat kan niet te hard gaan. Ik kan ook aan die touwtjes zien dat ik ze nog heb. Dus dit gaat goed. En ze mogen echt niet losraken. Want dan vallen ze dadelijk dood neer. En dan moet ik weer naar een ander Pokémarkt vliegen. Want als dit lukt. Dan hebben we gewoon een Pokéshop in onze Pokécenter. En dat is echt wel vet. Ik denk dat weinig mensen over deze manier zullen hebben nagedacht. En dat het wel een tip is voor mensen die het ook spelen. Want ja, je hebt gewoon alles bij elkaar dan. En ja, tuurlijk, je hebt ook een stadje waar Pokémarkt zit. En dat je daar gewoon niks aan hoeft te doen. Maar ik heb een fijn stadje op een goede plek. Alleen ik had gewoon geen Pokémarkt. Dus moest ik het op deze manier doen. Eens even kijken. We zijn vlak bij ons huis. En dan kunnen we ze neer gaan gooien. Dan moet ik ze meenemen het Pokécenter in. En dan moet ik ze even een mooi plekje geven. Dan zet ik ze gelijk vast. En dan hebben we gewoon, als het goed is, gewoon Pokémarkt medewerkers. Even kijken, we moeten gaan landen achter ons, voor ons huis. Zo. En Pokémon callen. Oké, we hebben ze bij ons. Zitten ze nog aan vast? Ja. Oké, waar gaan we ze neergooien? Dat is wel even een probleem. Kom maar hier. Dan zetten we jullie... We zetten jullie wel even hier in deze hoek. Zo. Kom. Ja. Voor de rest kan ik ze wel duwen, denk ik. Los. Even duwen. Oh, nee, ik kan ze niet duwen. Dat is wel jammer. Misschien kan ik... Oh joh. Oké, daar sta je goed. Zo. Dan moet ik even... Glass Paints. Zo. Als het goed is zijn ze nu vast. Kan ik ze nou echt niet duwen? Nee, oké. Maar, nu is de vraag. Kunnen we met ze traden? Yes! We kunnen met ze traden. Alleen, shit. Hij heeft geen ultrabal. En deze train... Deze dan? Nee, ook niet. Shit, sorry. Hij heeft geen ultraballen. Maar, misschien verandert dat. Want vorige keer toen ik bij die shop was, hadden ze wel ultraballen. En nu hielballen. Dus dat zal wel veranderen elke keer of om de zoveel tijd. We hebben ze in ieder geval hier in ons Pokécenter staan. En dat was toch wel een beetje ons doel. En nu hebben we nog wel even tijd om even wat te gaan trainen. We gaan eventjes de desert inlopen. Kijken of... Ik moest trouwens ook een Cubone vangen van onder de 20. Omdat die False Swipe zou leren. Waar zijn onze ultraballs trouwens? Hier. Wacht. Voordat ik even ergens heen ga. Ik wou even nog kijken hoeveel geld ik had. Dat ben ik helemaal vergeten te doen. Want ik heb aardig wat trainers verslagen natuurlijk. 27.000. Dat betekent dat we sowieso eventjes... Nou... 10 ultraballs wel, of 10 greatballs sowieso inslaan voor de wat lagere Pokémons. Even kijken, waarom gaat dat niet zo soepel? Ga omhoog. Hup. Nou ja, 5 eerst dan. Hup, en dan doen we het nog een keer. Kijken of het nou wat soepeler gaat. Niet echt. Nog een keer 2, 1, 1. Heb ik nou genoeg? 9. Verdorie. Ik wil niet helemaal soepel zo. En deze kopen we ook een paar van. Ik weet niet wat het precies doet. Volgens mij zorgt het er alleen voor dat je Pokémon's full health zijn.
Maar we hebben nu in ieder geval een kleine collectie met Ultra Balls en Great Balls. En onze Apricorn Farm staat natuurlijk door te groeien. Als die klaar is, dan kunnen we ook weer een aantal Pokéballs maken. Nou gaan we eerst even kijken of we hier eventueel wat trainers zien of wat goede Pokémons. Ik wil eigenlijk ook nog een Trapinch vangen. Dat gaan we gewoon even doen. Een Trapinch gaat uiteindelijk naar een Flygon. En ja, Flygon is ook awesome. Ik hoop dat ik hem hier niet in één keer weer dood mee maak. Nee, niet helemaal. Kan ik dat nog een keer doen? Oeh, hij heeft echt 1 HP volgens mij. Goed, Pokéballs. Dan gaan we gewoon even een hielbal vallen. Dan is die gooien. Dan is die gelijk full HP als dat lukt. Dan hebben we deze ballen toch nog ergens voor gekocht. En hebben we hem? Ja, oké. Okay, we hebben een Trapinch. Goed mensen, wil je dus ook weer op de Trapinch? Vergeet dan niet even hieronder te reageren. Deze aflevering doen we niet een server invite. Dat zal gebeuren in of de eerstvolgende livestream of de eerstvolgende aflevering, denk ik. En ja, ondertussen zien we hier weer wat Pokémons. Alleen de wereld laat niet helemaal goed in. Dat is een beetje shitty. Die Dugtrio, die kunnen we wel even gaan verslaan. Het lijkt net of ik mijn Pokémon nu in het niks gooi. Maar dat is gewoon een kleine bug van Pixelmon. Gebeurt wel vaker als je heel ver in de wereld bent geweest. Dan is het allemaal een beetje lastig om in te laden, blijkbaar voor Pixelmon. We gaan Destiny eens even trainen op deze Magmar. Water Pulse, hoppakee. Super effective. We moeten wel een klein beetje leveltjes omhoog gaan. Hoppakee, Destiny is 27. Perish Song, dat is volgens mij om te iemand te killen ook, maar ja, ik vind het zo wel prima, weg met Perish Song. Als ik het slecht heb gedaan, hoor ik dat vanzelf wel. Even kijken, zit er nog meer in de desert wat ik eventjes kan vermoorden? Kijk, hier is Flygon trouwens. Ook toevallig dat ik hem nu nog tegenkom. Kunnen we deze killen met onze Lapras? Ik hoop het, ik denk het alleen niet. Nee, dat dacht ik al wel. Dan gaan we Vincent inzetten, Fire Punch gewoon doen. Vincent moet ook een keer naar de 50 natuurlijk. Hoppakee. En hij is neer. Hoppakee. 2000 XP. Vincent level 48. Het is jammer dat Destiny alleen dood is nu. Dan moet ik er even healen. Want ik wil toch de lage Pokémons allemaal een beetje omhoog halen. Matthijs moet ook nog 2 levels omhoog. Laten we daar eerst mee gaan beginnen. Want dan gaat hij naar een Puppitar. Dat is wel vet. Om nog even af te sluiten met een evaluatie. Zo, even healen. Dan gaan we Matthijs eventjes proberen een paar leveltjes omhoog te doen. 2 moet ik er hebben. Weet je, ik kan het ook met rare candies doen, maar aan de andere kant, is dat nodig? Nee. Het kunnen het wel even zo, snel zo doen, denk ik. Moet ik alleen wat hoge Pokémons vinden. Ik zie er Furret, die zijn meestal wel redelijk level. Die is level 31, nou ja. Die moeten we wel... Oh, hij valt mij aan. Switchen naar Matthijs. Ah, dat overleeft hij wel. Rock Slide. Ik ga hem voor de zekerheid toch healen, of switchen, want anders moet ik hem zo weer healen. En ja, nu wordt alleen de XP een beetje gedeeld. Is niet zo heel erg. We moeten eigenlijk een beetje een hele hoge Pokémon tegenkomen. Een Camerupt of zo. Met, ja, of een trainer met ongeveer rond de 35 Pokémons. Is dat deze? Oh, 31. Oké, dat is netjes. Dat is zeker wel netjes. Up, switchen. Fire Burst, ja. Moeten we weer switchen. En weer terug switchen. Hij heeft alleen een beetje slechte Pokémons helaas. Maar het gaat wel goed. Oh, ik kan niet switchen nu. Jammer. Ah, Protect. Hoppakee, die is neer. Oh, Dionne is wel 38. En ik word gelijk weer aangevallen door een Diglett. Nou, weet je wat? Ik ga het gewoon met Rare Candies doen. Kan mij het schelen. Die dingen, ik moet binnenkort toch weer gaan minen. Dan kom ik vast wel een Mineshaft tegen. En dan heb ik weer 10 Rare Candies. Die dingen die vind je toch om de havenklap. Ik zie hier nog wel een Dugtrio, die kunnen we nog wel even gaan verslaan. Misschien dat we er dan maar 1 nodig hebben. Hup. En Vincent. Fire Punch, nee dat is niet... Nou ja, dat werkt ook. Ja, oké, we hebben maar 1 Rare Candy nodig. Het is helemaal makkelijk. Dan doen we dat gewoon even. En de volgende aflevering ga ik me eerst focussen op het maken van Pokéballs. Want de Apricorn Farm gaat aardig door. En als ik dan nog even moet minen tussendoor, dan is dat helemaal wel voldoende. We hebben dus in ieder geval die Pokémarkt trainers. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Even kijken, waar zijn de Rare Candies? Ik heb er hier 5. Dan gooien we Matthijs even neer. En dan gaan we... Ja, niet hier, want anders krijgen we zo'n lelijk Evolve beeld. Ik wil wel even de evolutie zien. Zo, hoppakee. En dan gaan we dan. De vorige keer dat ik ging evalueren zat ik weer met mijn kop in het Pokécenter. En dan zie je het niet. Maar ja, dat gebeurt elke keer als je in een ruimte gaat evalueren. Dus als je zelf de evaluatie wil zien, dan moet je altijd even op een open ruimte gaan staan. En
Hoppakee, daar hebben we Papitar. Papitar ziet er ook wel gaaf uit en wacht maar tot het een Tyranitar is. In ieder geval mensen, ik wil jullie allemaal wel heel erg bedanken voor het kijken. Doe even weer een blauw duimpje omhoog. Laat even een reactie achter, natuurlijk voor de Pokémon die we hebben gevangen deze aflevering, Trapinch. En ja, ik zie je allemaal weer bij de volgende aflevering mensen. Later.